Dag 6 van het Rabo EK Hockey zit er alweer bijna op. Er staat nog slechts één wedstrijd op het programma vandaag. De halve finale tussen Duitsland en Engeland. En wie wordt de tegenstander van Nederland? Dat is de grote vraag bij die laatste wedstrijd. Want u weet het, Nederland heeft zich geplaatst voor de finale door een 5-1 zege op de vrouwen van Spanje. Voor een niet volledig uitverkocht Wagener Stadion. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met de live-uitzending bij de NOS. Plaatsten de vrouwen van Herman Kruijzig voor die eindstrijd. Het was een eenvoudige overwinning, al mag je dat niet te veel zeggen van de dames. Maar Nederland won met 5-1 en het zag er niet al te moeilijk uit. We hebben natuurlijk even nagepraat met de internationals. En dat deden we met Wieke Dijkstra en Carlien Dirksen van de Heuvel. Ik denk dat we gewoon over de hele wedstrijd beter waren en we maken onze kansen gewoon mooi af en het is gewoon verdiend. Nou, ik denk dat het niet zozeer om de score gaat, maar wel om de manier waarop we gespeeld hebben. En je ziet als we blijven combineren dat we zo mooi en aantrekkelijk hockey spelen. We hebben zoveel snelle mensen en dat is gewoon gaaf als je zo kan spelen. Dus dan heb ik er gewoon alle vertrouwen in dat het ook in de finale goed gaat komen. Ik vond eigenlijk wel dat we gewoon prima speelden. Zeker als we met vlagen als we gewoon heel veel combinaties zoeken, dan zijn we gewoon ik denk de sterkste van het toernooi. En dat moet er gewoon verschil zien spelen, die combinaties. Balen dat er dan toch nog in de slotfase nog een tegendoel, de eerste van een toernooi valt. Ja, nou, we geven eigenlijk helemaal niks weg. En dan krijgen ze die corner. We hebben er nog heel specifiek op getraind. Het is jammer dat hij dan toch valt. Je ziet wel dat ze gewoon een aantal technische speelsters hebben. En daar krijgen ze ook af en toe zo'n counter mogelijkheid. En daar moet je wel gewoon voor oppassen. Maar verder denk ik niet dat ze gevaarlijk zijn geweest. Ik denk dat op een gegeven moment in de tweede helft de Spaanse ook zoiets hadden van het gaat niet meer lukken. En dan, als wij gewoon blijven combineren, dan kan gewoon niemand ons verslaan. Ja, je doet gewoon je best, je moet je vol inzetten. En we hebben het heel veel over de press gehad, dus dat is iets waar ik in ieder geval heel gefocust op ben, dat mijn press goed loopt. En verder moet je gewoon de kans die je krijgt weer af te maken. Ja, dat ging vandaag helaas niet. Nou, het is vandaag goed gegaan. Ze hebben normaal gesproken wisselen Janneke en ik altijd heel veel door, wie er doorschuift. Vandaag hebben we dat ook weer gedaan, maar je merkte dat ze met Janneke eigenlijk continu meegingen en mij heel erg vrij lieten. Waardoor ik eigenlijk steeds de bal kon verleggen en met mijn passing goed uit de voeten kon. Dus dat is dan lekker. Geeft ook vertrouwen richting de finale. Nu is het dan voor jou ook een beetje misschien een soort van vraag, ben ik erbij in de finale of zit ik op de tribune? Hoe is dat voor jou? Ja, dat hoort erbij en hou je rekening mee. Ik bedoel, je weet in wat voor positie je zit. En het is jammer, het is heel jammer als je natuurlijk de finale niet mag spelen, maar daar hou je rekening mee. Nee, absoluut geen voorkeur. Ik denk dat we allebei de ploegen heel goed kennen. Engeland hebben we nu natuurlijk al tegen gespeeld. Was niet onze beste wedstrijd. Hadden we op de Champions Trophy moeite mee. Tegen Duitsland hebben we op de Champions Trophy twee hele goede wedstrijden gespeeld. Zeker die laatste. Kennen we goed. Dus laat ze maar gewoon allebei komen.